Marcel Gootjes, de Schiedamse John Lennon, kruipt vandaag in hetzelfde bed om ook aandacht te vragen voor de vrede. Jakkels Frank gaat met hem op zoek naar een geschikte Yoko Ono. Voor het oog van de wereldpers brengen John Lennon en Yoko Ono in 1969 een huwelijksreis in bed door. Niet om de liefde te consumeren, maar om vrede te proclameren. Marcel Gootjes wil dat ook doen, niet in het Hilton, maar in de Rotterdamse Euromast. Hij heeft alleen één probleem, hij heeft nog geen Yoko. Zeiden de mensen vaak tegen je van, goh, jij lijkt enorm op John Lennon? Het is altijd of Jezus of John Lennon. Echt waar? Ja. Ja, ik zag tot mijn grote verbazing dat aanstaande maart is het precies 40 jaar geleden dat John Lennon in het Hilton lag. Ja, waar was jij toen in 69? Ja, toen was ik er nog niet. Nee, dat dacht ik wel. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. Nou, ik dacht gewoon, daar moeten ze wat mee doen. Dat moeten ze vieren. En toen dacht ik, nou, omdat ik toch zo vaak geassocieerd word met hem, doe ik het zelf. Dus de kamer geboekt, maar Hilton zag het niet zitten. Fortunately, we both agree. Unfortunately, not always. En wat ga jij nou precies doen? Ik hoop Nederlandse politici ontvangen. En dan wil ik met hun discussiëren over wat voor hun wereldvrede betekent. Imagine all the people. Misschien ben ik daar iets te enthousiast in of zo. Want ja, wereldvrede, weet je wel, daar lachen mensen om. Dat krijg je toch nooit voor elkaar. Klopt. Maar als de mensen weer even erover na gaan denken, vind ik het al genoeg. Maar zo, en toen ben je dus ook een beetje aan het werk gegaan op internet en je hebt je ook nog gewoon gemaild. En vervolgens staat op haar website, dit is haar website, en wat staat er ineens onder? Ja. Marcel Gootjes zet de Euromast houden in Rotterdam. Ja, mooi toch? Hoe voel je dat? Ja, perfect. Dan voel ik me toch een beetje gesteund door mevrouw Yoko Ono zelf natuurlijk. I'm in love with you. Maar zo, je hebt echter alleen één probleem, hè? Want John Lennon die lag niet alleen in bed. Ik heb nog geen Yoko. Nee, dat is wel een probleem. Maar misschien kan ik je daar wel een beetje bij helpen. Hey Marcel, heb je wel een beetje nagedacht hoe die Yoko Ono eruit moet zien? Of wat voor type het moet zijn? Het moet in ieder geval iemand zijn die volledig achter de boodschap van John Lennon staat. Laat de eerste maar komen. Waarom ben jij de nieuwe Yoko Ono? Omdat ik ook van slapen hou. En wat vind jij van de boodschap van John Lennon? Die boodschap? Ja, heel leuk eigenlijk. Omdat ik van wereldvrede hou. Realiseer je wel dat je dan wel een week of een paar dagen met hem in bed moet liggen? Tuurlijk. Marcel, heb jij nog vragen? Sta je volledig achter de boodschap Give Peace a Chance? Ja, zeker. Absoluut. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Hartelijk dank voor je komst. Dankjewel. Okay. Hey Marcel, ben je een beetje tevreden over de nieuwe Yoko's? Twijfel nog. Ja. Ik heb nog wel één iemand in gedachten die lijkt niet echt op Yoko Ono. Maar het is wel een type wat makkelijk een week in bed blijft liggen. Hey, alles leuk en aardig. Maar geen pies in bed, hè? Dat vind ik echt goor. Ja, het boek is 6 weken uit en er zijn er al bijna 100.000 van verkocht. Een snoeiharde bestseller. Duitsland vecht om de vertaalrechten. Spaanse en Nederlandse filmproducenten vechten om de...